Maar je hebt wel zelf in de hand hoeveel je het met je laat doen. Eerste stap zetten als je iemand leuk vindt. Ervoor gaan zitten en kijken van ja, maar is dit de beste beslissing voor ons? Hey allemaal, ik ben Lois en ik heb vandaag een nieuwe video voor jullie, namelijk een adviesvideo. Ja, dat was het, een adviesvideo. Ik heb jullie gevraagd om jullie struggles en problemen en allerlei dingen in te sturen. En daar ga ik nu natuurlijk dus antwoord op geven. Dus laten we maar snel beginnen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En als je meer struggles hebt, laat ze lekker achter in de comments. En dan ga ik daar ook waarschijnlijk wel op reageren. Hoi, ik en mijn vriendin hebben al vanaf het begin van het jaar last van jongens die de hele tijd random paardrijden is geen sport zeggen. Mijn vriendin en ik zijn het gewoon een beetje zat. We zijn al bij de docent geweest, maar ze blijven stiekem gewoon doorgaan. Heb je tips? Goed dat jullie al naar de docent zijn gegaan. Dat is denk ik wel de belangrijkste. Als je merkt dat het uiteindelijk geen zin heeft gehad, zou ik eigenlijk nog een keer aangeven aan die docent van, joh, we hebben het al eens gezegd, jij weet ervan, maar het werkt, weet je wat, heeft nog steeds niet voldoende effect. Misschien kan zij er dan, of hij, er maar iets meer druk op zetten. Het is niet in de zin van, je moet ermee leren omgaan, maar ik denk heel vaak als je zeg maar nare opmerkingen krijgt, het zegt meer over de andere persoon. En jij bent ook degene uiteindelijk die het commentaar iets met je laat doen. En dat klinkt dan een beetje flauw. Ja, het is mijn schuld dat zij een kutopmerking geven naar mij. Nee, niet in die zin. Maar je hebt wel zelf in de hand hoeveel je het met je laat doen. Dus hij zegt, paardrijden is geen sport. Vind jij dat ook? Ik denk het niet. Jij vindt dat het sport is. Misschien vindt iemand anders dat inderdaad niet zo. Maar daar gaat het dus niet om. Het gaat om dat jij iets doet wat je leuk vindt. Dat is paardrijden. Jij ziet het als een sport. Dus that's it. Focus vooral op wat je zelf ervan vindt. Jij vindt het een toffe sport. Jij vindt het een fijne sport. Je houdt van paarden. Wat boeit het wat verder iemand anders daar dan nog van te zeggen heeft? Want jij weet wel beter. Dus het is een beetje moeilijk om echt voor mijn kant. Ik weet niet, als je nu me begrijpt, dan is het een goed advies. Dus als je nog verdere vragen hebt van wat ik nou bedoel, laat vooral weten in de comments. Maar het is gewoon belangrijk om gewoon eigenlijk scheid te hebben aan wat diegene zegt. Of nou om dit gaat of om iets anders. En dat gaat niet één keer gebeuren. Dus dat is best wel lastig. Maar je moet ergens beginnen. Het erkennen en gewoon van, jij vindt het geen paardensport. Oké. Prima. En dan ga je weer lekker door met je dag. En dan focus je op de dingen die wel leuk zijn. Mijn ouders denken dat ik zwaar depressief ben. Oh ja, hier was een langer verhaal van. Mijn ouders vragen me de hele tijd of alles wel echt goed met me gaat. En denken volgens mij dat ik zwaar depressief ben. Nu weet ik van mezelf dat ik niet depressief of zo ben. Maar omdat mijn hele familie zo mega irritant de hele tijd ernaar vraagt, word ik er een beetje gek van. What should I do? Nou, aan de ene kant is het wel fijn in een zin dat ze bezorgd zijn en er naar vragen. Er zijn genoeg ouders die dat volgens mij niet doen. Die gewoon een soort van een blind eye gooien en gewoon niet, of het überhaupt gewoon niet zien. Niet omdat ze het expres niet zien, maar het niet doorhebben dat het niet goed gaat met hun kind. Dus in die zin, het zijn je ouders en familie en ze zijn bezorgd. Als jij vindt en merkt dat je dus niet depressief bent, nou, dat is helemaal fijn. Ik zou het gewoon een keertje aankaarten tijdens het eten of zo van, hey, mam, pap, merk dat jullie soms neigen te denken dat ik misschien niet zo lekker in mijn vel zit. Maar ik vind het eigenlijk een beetje vervelend als jullie elke keer op drammen, terwijl ik me eigenlijk gewoon prima voel. Maar omdat jullie de hele tijd er zo naar vragen, voel ik me daardoor juist weer iets minder fijn. De zin van, nou, zouden jullie daarmee willen stoppen? Want juist dat laat mij wat minder fijn voelen de laatste paar dagen, klaar. Eigenlijk zou dat dan al voldoende zijn. Dan moet je denk ik bij jezelf nagaan van, zien zij misschien iets van, iets in mij wat ik zelf niet zie? Of voel ik me inderdaad gewoon echt prima en hebben ze dat verkeerd opgevat? Maar ik zou het in ieder geval goed duidelijk aankaarten aan tafel. En dan heb je het in ieder geval gewoon duidelijk aangegeven. Hoe ga je om met een break-up als jullie allebei nog van elkaar houden? Ik heb zelf nooit een break-up gehad. Dus dat is sowieso lastig om advies over te geven. Maar ja, dat is een beetje moeilijk. Omdat ik natuurlijk maar een heel klein beetje van het probleem of de struggle nu weet. Ik zou zeg maar nagaan, waarom zijn jullie uit elkaar gegaan? Er zullen vast problemen zijn geweest, issues zijn geweest, waardoor jullie op de beslissing zijn gekomen van, we moeten uit elkaar. Of als een van jullie misschien moest verhuizen, dan is het uit onmacht dat jullie uit elkaar moesten. Soms heb je gewoon iets wat tijdelijk is en dat kan je heel veel brengen en je kan heel veel van elkaar houden. En soms dan is het uiteindelijk beter als het dan
afgerond, een beetje afgesloten is. En dan alsnog kan je nog steeds van die persoon houden. Maar dan is het voor jezelf of voor de ander of voor allebei beter om door te gaan zonder samen te zijn. Dus ik zou focussen op de reden waarom het wel goed is voor jou om op jezelf of een beetje met iemand anders of niet met die persoon te zijn. Als je er heel erg mee zit, zou ik ook uit je systeem schrijven, zeg maar. Dus dat je het gewoon kwijt kan of je typt het uit. Zodat je het de woorden uit je, ja, als het ware uit je hoofd haalt. Steeds meer een klein beetje loslaten. Als het niet iets is van distance of niet goed voor elkaar zijn, kan je altijd nog met die persoon ervoor gaan zitten. En kijken van ja, maar is dit de beste beslissing voor ons? Misschien nog een keer samen nagaan wat oprecht de pros en cons zijn van jullie uit elkaar en jullie bij elkaar. En dan uiteindelijk als jullie dan toch komen of nou ja, ik wil het toch nog een keer proberen, dan doe dat. En als het dan uiteindelijk uitkomt van ja, oké, dit is eigenlijk toch wel gewoon uiteindelijk. Misschien nu voelt het niet goed, maar voor zeg maar ons in de toekomst of jij zelf in de toekomst, is dit toch een beter besluit. Good luck. Hoe combineer je YouTube met werkleven als YouTube niet je werk is? Ik werk op dit moment 3 tot 4 keer in de week, waardoor ik tijd over heb. Als je meer aan YouTube wilt doen en je hebt natuurlijk nog geen inkomsten ervan of niet voldoende, zoek een baantje dat flexibel is, waardoor je zeg maar wel het geld kan verdienen. Of als je weet je wel met school, dan gewoon in de resterende tijd dan video's kan maken en editen. Zo doe ik dat. En het is nog niet altijd even succesvol, maar ik doe mijn best. Mijn vriendinnen zeggen dat ik mijn crush te veel friendzone en ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat mensen neigen te veel spelletjes te spelen en het gewoon veel fijner is om gewoon meteen al aan te geven van, weet je, ik zoek dit, ik ben geïnteresseerd in jou, ik vind je leuk. Misschien niet in de woord van ik vind je leuk, maar ik vind je gewoon leuk. Ik vind het leuk hoe we samen nu, weet je wel, afspreken. Ik vind het gezellig, ik voel dat we klikken. Gewoon eerlijk zijn, gewoon dingen delen. En het is misschien nog ietsjes voorbarig als je wat jonger bent. Ik ben nu 21, dus ik denk dat het misschien iets anders is dan dat je bijvoorbeeld 15 bent. Iets anders, heel anders waarschijnlijk. Maar ik weet niet, is er zo'n taboe op gewoon daten zonder dat het allemaal moeilijk moet zijn? Het is zo vermoeiend dat het zo ingewikkeld moet zijn. Aan de andere kant, als jij hem leuk vindt en hij vindt misschien jou leuk, vriendschap is altijd de belangrijkste basis om überhaupt vriendje en vriendinnetje te worden. Zeg maar, je moet elkaar toch leuk vinden, als in ook gewoon aardig. Je moet met elkaar kunnen lachen. Dus in feite is het niet erg als je hem friendzoont. Als jij het niet ziet als friendzone. Als jij hem leuk vindt en je wordt bevriend met hem. En hij vat het ook niet op als friendzone, maar gewoon samen, gewoon chill zijn. Dan maakt het ook eigenlijk helemaal niet uit of die vriendinnen het friendzone noemen, omdat dat hun eigen opvang daarvan is. Zij denken dat en zij vullen dat zo in. Maar als jij het niet ziet als friendzone en hij weet dat het niet friendzone is en jullie hebben het gewoon leuk samen, maakt nou uit wat die andere vriendinnen zeggen. Want die vullen toch maar in hoe zij het willen zien. Als je wel het idee hebt dat hij dat denkt, ik vind dat, vond dat een makkelijke test van als je een date hebt of een afspraakje, dat je dan een date noemt. Dat is gewoon makkelijker. Als er ergens benoemd wordt dat je samen dezelfde insteek hebt om af te spreken. Wat te doen als je huisgenoot een beetje leuk begint te vinden? Ik denk dat je even moet nadenken wat je ermee wilt. Van, vind je het te ingewikkeld, maar wil je wel iets met hem? Go do your thing, weet je wel. Vraag me op een date. Als je denkt, ja, kut, ik wil helemaal niet iets moeilijker maken door op date te gaan met mijn huisgenoot, dan zou ik het gewoon laten gaan. Nou ja, misschien is het gewoon een crush die gewoon even tijdelijk is en dan gaat hij wel weer weg. Misschien kom je wel weer iemand anders tegen, waardoor je denkt, oh ja, nou ja, dat viel eigenlijk wel mee wat ik voor hem voelde, zeg maar. Dus er zijn een beetje 2 keuzes die je daarin kan maken, denk ik. En moet je zelf even voelen wat voor jou dan het fijnst is om te doen. Eerste stap zetten als je iemand leuk vindt. Ja, ik heb wel een paar keer de eerste stap gezet. Moet nu zeggen dat het voor mij nog niet echt heel erg vaak positief heeft uitgepakt. Maar ik zou zeggen, laat het je vooral niet stoppen, want dat brengt je wel een beetje out of the comfort zone. Ik heb 1 keer een jongen, of 2 keer eigenlijk, toen ik uit was, gewoon aangesproken van, hey, je ziet er leuk uit, mag ik je Instagram, weet je wel, zoiets. En dat is heel casual. Met de een heb ik uiteindelijk niet meer echt contact gehad, maar met de ander ben ik gewoon op iets van 4 tot 5 dates geweest. Het is uiteindelijk niks geworden, maar ik heb wel initiatief genomen. Dat is dan in real life, dus dat is op zich vond ik ook echt wel spannend en eng en zo. Maar op Instagram is het natuurlijk veel gemakkelijker. Je kan gewoon iemand volgen. Soms volg ik iemand die ik interessant vind en dan kijk ik even of diegene zelf mij terugvolgt en iets stuurt. Doet hij dat niet, kan ik zelf ervoor kiezen van, hey, je ziet er leuk uit. Ik doe dat niet heel vaak. Het is meestal wel iemand die ik dan via iets anders ben tegengekomen. Maar het hoeft ook niet zo moeilijk te zijn als dat je denkt, zeg maar. Je kan ook gewoon, hey, hoe gaat het? Hey, ik zag je voorbij komen en ik vond je er leuk uitzien. How are you? Weet ik veel wat. Dus ik denk, gewoon doen. Gewoon een keer doen en denk je, oh, awkward. Of, oh, dit is engig. En, oh nee, wat heb ik nou gezegd? Ja,
boeien. Als het niks wordt, wordt het niks. Heb je weer wat geleerd. Het is ook niks geworden met mij en die gast. Wel weer een paar datingervaringen erbij. Prima. Nou, dat was het alweer. Laat me weten of je nog een keer een adviesvideo wilt zien. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk eventjes laten weten wat voor advies jij kan meenemen voor de volgende keer. En of je nog vragen hebt, laat ze lekker achter. Dan zie ik jullie snel weer. Doei!